Ik zit hier nu lekker gezellig bij een restaurantje met Tjoem. Wacht op ons eten. Het is een super warme dag vandaag. En we moeten niet veel bewegen, want zweet breekt ons uit. Maar dat is hier wel eens vaker. Iemand in de comments vroeg of ik, waarom ik nooit katoen draag. En die raadde mij aan dat te doen, want het ziet er mooier uit. Er wordt geborgd, helaas. Ik snap sowieso niet waarom mensen hier katoen dragen. Want dan zweet je alleen maar sneller in, omdat ze er mooier uit willen zien. Maar goed, ik draag ook natuurlijk camera-spullen bij, dus dat is extra warmte. Dus ik moet wel een sportshirt dragen. Daar ben ik ook wel uitgekeken op een oranje shirt, alleen die paarse shirt die is ook alweer versleten. Die kan ik al niet meer aan. Dus ik heb alleen nog maar die blauwe Nike en mijn oranje shirtjes en de rest ook allemaal versleten. Ik heb gisteren dus geen cafeïne gedronken en ik heb vandaag heerlijk geslapen. Daarnaast een prachtige prinses. En kijk, dit is mijn eerste bakje koffie van vandaag. Ik ga niet veel cafeïne drinken. Ik ga het proberen. Maar ik hou zoveel van koffie. Een lekkere toast met avocado en tomaatjes. Tomaatjes, salade. En een lekkere club sandwich. Are you ready? Zo heerlijk gegeten. Ik heb weer nieuwe kleren, helemaal blij. Ik kom toch altijd weer uit op sportshirtjes. Big glasses. Ik vind een zonnebril uitzoeken ontzettend moeilijk. Ik vind dat deze bril het net niet is. Misschien vinden jullie de zonnebril die ik net heb gepast een betere. Laat me weten. Ze lijken een beetje op elkaar, de twee die ik heb gepast. Iemand die geld heeft gedoneerd bij Buy Me a Coffee heeft gevraagd hoe jij een Shimo kan herkennen. Dat is meestal aan de handen, die zijn normaal wat groter. En ook als jij de liefde gaat bedrijven, dan gaat ze van tevoren even naar het toilet, want dan moet ze wat glijmiddel opdoen. Dat zijn de twee kenmerken hoe je een Shimo kan herkennen. Ook aan de strotappel zou je het kunnen herkennen. En vaak zijn ze ook net iets te mooi om waar te zijn. En soms is het gewoon heel moeilijk te herkennen. Maar als jij de liefde gaat bedrijven en ze gaat van tevoren naar het toilet, dan heb je nog even de tijd om weg te rennen. Wauw. Oké, net als naar de film King Kong tegen Godzilla geweest. Super vet film, mooi gemaakt, leuk om met een tijger heen te gaan. Niet te ingewikkeld qua verhaal, story, gewoon simpel, dikke geluidseffecten, dikke animatie-effecten. Super vet om heen te gaan. Ik ben wel echt in een Pattaya-sleur terechtgekomen. En dan nog te bedenken dat ik hier zeker een maand ben. Gelukkig ben ik met Tjoem en ik hoop haar wel vaker te kunnen zien. Want dat vind ik dan weer wel fijn, dat ik met iemand hecht aan het raken ben. Dat heb ik al meerdere malen aangegeven. Alleen ik zie er best weinig, maar hier ben ik dus heel erg blij. Alleen, het is wel echt een Pattaya-sleur waar ik momenteel terecht aan gekomen ben. En ik moet nog maar even gaan zien wat ik de komende maand allemaal ga doen. Omdat ik momenteel een beetje in een Pattaya-sleur zit,
zit ik te denken om onregelmatig te vloggen. Dus niet meer gestructureerd om de dag, maar onregelmatig. Dat betekent dat ik af en toe een vlogje de wereld in slinger wanneer het mij uitkomt. En dat zal ik voornamelijk doen als ik met een vrouw ben of iemand ontmoet. Want dat zijn de vlogs die het meest bekeken wordt en die de mensen het meest graag willen zien. Dus dan weten jullie dat ik vanaf nu onregelmatig ga vloggen. Dus niet meer gestructureerd om de dag. Hello, I want a rib pork barbecue. Yes. A takeaway. Takeaway, one. Ik heb lekker asperripje besteld, die komt er zo aan. Heb ik zin in. Lekker tussen de Russen. Ik wil ook wat meer van God losgaan. En dat gaat niet samen met video maken. Iedereen wil het allemaal van God los. Ga lekker freelancers pakken. Goed hoor. Lekker. Ik heb een superleuk dagje gehad met Tjoen vandaag. Lekker gegeten. Bioscoopje, geshopt, lekker uitgeslapen. Dat was echt heerlijk. En nu lekker vandaag een site kijken hier in de shop. Dit zijn voor mij de heerlijkste dagen. Verlang voortdurend naar dit soort dagen. Daten met een leuke vrouw, leuke dingen doen samen in een vreemd land. En dan vanavond, de avond, ook nog wat tijd voor jezelf. Beter kan je. Als je langere tijd ergens bent, dan kom je op de duur in de sleur en dan zit ik ook wel een beetje in een niet zo vervelende sleur. Ik zit nog liever in deze sleur dan mijn 9 tot 5 sleur thuis. Maar het zet me wel aan het denken van ja, ik heb net een maand verlengd, dus ik blijf hier sowieso nog een maand. Maar wat doe ik daarna als ik nu al een beetje dit gevoel heb? Snap je wat ik bedoel? 12 april is natuurlijk Songkran, daar heb ik al over gehad in de vorige video. Dus daar ben ik blij dat ik hier in Pattaya ben. Dat vind ik wel leuk om hier mee te maken. En ik moet nog maar zien wie ik dan allemaal in de tussentijd ga ontmoeten. Maar ze moet wel van hele goede huizen komen, wil ik hier nog een maand langer blijven. En dat gevoel heb ik wel. En dan zet ik weer met de volgende vraag. Ja, waar ga ik dan heen naar Pattaya? Als de maand april voorbij is en ik ga Pattaya verlaten, waar ga ik dan heen? Do you like my new mirror? Nee.